20 seconden, 18 seconden en 17e. Nou, hier gaat het berg op, hè? Weer was daar dat elleboogje. Daar gaan we eens even dat ophuppertje bestuderen. Dat ook Stibar onder de knie heeft. En natuurlijk als meestercrosser. Misschien wel na Meuse en met Nijs de grootste stylist wat dat betreft. Zit daar aan het wiel en blijft daar aan het wiel. Zit daar in zijn Tsjechische Stribro-zetel. Ja, dit gaat hier zo echt langzaam berg op. Dat blijft, dat is hier niet echt in een zetel. Hè? Lange munten. Renaat. 18 seconden. De achterstand bij het oprijden van de lange munten. En nu? Van de handjes bovenop het stuur. Nu allemaal beneden in de beugel, in de krommingen. En geven maar. In het besef dat ze het moeten blijven doen, denk ik nu toch nog altijd in groep. Met z'n drieën. Ja, die Stenners die blijft er gewoon aanhangen. Die profiteert echt van deze drie man. Hè. Dus ik moet toch stilaan. Ja, ze moeten toch oppassen. Dit is natuurlijk een geweldig manoeuvre van de volgwagen. De wind komt van links. Ja. We gaan naar Renat. Ja, absoluut. De wind komt van links. Even is dat handig geweest voor Van Marke en Co. Maar lang duurde dat niet. En nu gaat Etix Quickstep zich manifesteren als volgauto. Het is druk hier bij de auto's. Ja, ja, daar komt het gedrum natuurlijk. Hè. Nogmaals, dit is geen World Tour wedstrijd. Hier zit je oortjesloos te koersen. Je moet alleen je beslissingen nemen. En hier is de beslissing dood eenvoudig bij de achtervolgers. Rijden tot je het zwart ziet voor de ogen. Tot je jezelf pleuris kapot koerst. In de hoop om toch weer vooraan te verschijnen. En dan, wat dan, als je dan toch vooraan zit. 18 seconden, 1 minuut en 7 voor Gilbert. Bijna 2 minuten voor de rest, wat er nog van overschiet. Van een peloton op 2 snelheden. Ik heb het over de waarde van de renners. Hè. Ja, en zoals ik er net al zei, nu hè, dan moet je proberen van die Stenners vanaf te komen. Hè. En anders zitten Tom Bonen en Terpstra en wel op kop te rijden. Godzijdank dat die er nog is, zoals hij. Stenner. Ja. Jawel, ja, maar ik bedoel maar. Of we kijken naar Parijs-Roubaix in de 96. Ja, onder andere. Is dat een cameraatje van Stibar? Nee, dat is gewoon een hele goede cameraman die dicht bij het artistieke aanleunt. Ah, Bretten. Nee, want Stibar zit zelf in beeld, dus dat kan niet. Dom. Geventileerd door Rensson. En toch geeft die Texelse Van Marke niet af, hè? En op die manier zetten deze mannen onder druk, waardoor ze weinig tactisch spel kunnen gaan spelen met Stennert. Dat komt helemaal goed uit voor Stennert. Ja, stel je voor dat Stennert de mannen van Quickstep straks afdroogt. Ja. Maar zover zijn we nog niet, hè? We zijn op minder dan 18 kilometer van de aankomst met de mannen vooraan. Ja, terug 20 seconden, wordt er nu gezegd. En ze weten dat ze hier nu weliswaar met de wind in de flank zitten. Maar dat ze dan verlost worden. Want straks, daar ginds aan de kim, daar draaien ze rechtsaf. En dan is het flink door te ver naar Gent. Daar zitten we bij Lotto.nl Jumbo. Dat is voor Van Marke. Het is hun beurt om eens even later te zien. Om te demonstreren van waar die wind komt. Nou, ik denk niet dat ze dichterbij gekomen. Ze zijn iets meer achterop. De wind staat hier echt wel strak. Hè. De chrono van de Kouwer tikt. Nee, ik zit te wachten tot ze rechts de bocht nemen. Omdat ik niet wist welk beeld we gingen krijgen. Maar die bocht gaan we in principe zeker in beeld krijgen. Wat is dit lekker enerverend. Wat is dit een mooie opener voor het Vlaamse seizoen. Veelbelovend. Ik zit nu eigenlijk al stilletjes te hopen dat het Ardennenluik ook interessant wordt. En ik heb de indruk dat deze man aan het zwalpen gaat. Ja, we vragen die bocht, dan kunnen we timen. Die komt nu op 1.20. Ja, is lastig natuurlijk. Hè. Als je daar alleen moet zitten op de lange munten. Zo'n heel stuk van 2 kilometer en 500 meter zo vroeg in het seizoen. Niemand die je helpt. Niemand die je ook maar voor een sikkepit aflost. Die staat er alleen voor. En dan krijg je meer achterstand aangesmeerd, Renat. Ja, het waren er 18. Het zijn er 1, 22 bij het verlaten van de stenen. Seconde. En weer moet de man in het rood diep in de beugel van Avermaat om toch wel dat wiel van Marke te pakken. Ze hebben hier, zeker deze twee, toch wel ervaren hoe sterk die van Marke dit seizoen voor de proppen komt. Nou, hij heeft zich heel goed voorbereid. Richting deze periode, maar vooral dan denken we, voilà, daar staan de supporters van Sepp. Een mix, jammer genoeg voor hem. Een mix van stages met de ploeg.
en stages met zijn broer, met Ken. Die aan een stevige trainingscursus bezig is. Straks postbode af en volledig alles op het trainerschap gaat zetten. Ja, klopt inderdaad. Gaat dus de ploeg van Lotto Jumbo vervoegen. Het is gedurfde onderneming. Twee derde van het werk voor hem. Stibar zou dat vooraf vastgelegd zijn. Jij blijft als waakhond achterin. Of was die mee als hij mee had gekund? Mee als gekund. En ook Van Avermaat was mee als hij mee had gekund. Tuurlijk, ze zaten wel in het peloton. En de ontsnapping die er gebeurd is bovenop op de Leeberg was eigenlijk een beetje een, ik ga niet zeggen een verrassing, maar was dan toch ergens een soort breekpunt waar men het misschien niet echt had verwacht. Hier wordt toch het bewijs geleverd, wat er ook mogen gebeuren, dat die ploeg van Lefevre, de ploeg ETX Quickstep, tot volle maturiteit gekomen is. Hè. Het is een achttal dat ook vorig jaar al uitgespeeld werd. Hè. Waar iedereen door en door kent, waar de mogelijkheden perfect vast liggen. En de mannen die allemaal tot rijpdom gekomen, hè, met Bonen, Keijsen, Maas, Stibar, Terpstra, Trentin, Van Kijsbulk, Van den Berg. Iedereen kent zijn rol. Ja, wie kan zo'n team op de baan zetten? Hè? Dat is dan in dit team geval... is ook gebouwd, hè? Ja, absoluut. Is aan gewerkt, hè? Er is absoluut aan gewerkt. Renat. Ja, de volgauto van ETX Quickstep heeft toestemming gekregen om voorbij het groepje van Marken te knallen. En ook Sky gaat dat doen. De ploegleiders zijn op komst in de kop van de koers. En inlichtingen van het huis. Peters. Ja, moeilijk opgave. Wat beslist, wat gaat... onze kameraad Ian Stenner doen. Vroeger was dat even naar Quincy bellen. Ja, maar dat telt nu niet. 18 seconden. 18 seconden. We moeten toch oppassen met die volgwagens daartussen. Dat optische beeld van die 18 seconden, dat dan nog niet een stuk kleiner wordt. Een paar motoren erachter, waardoor eigenlijk die mannen zo het idee hebben van oei. Ja, Sky we zijn, is nu op komst. We zijn net dichterbij aan het komen. Er zijn meer motoren dan coureurs vooraan in de koers, maar ze houden het voorlopig nog altijd netjes. Maar inderdaad, dat optisch voordeel van het mikpunt wordt groter. Daar heb je Servaas Knaven, ook al eigenaar van een flinke baard, winnaar van Paris-Roubaix in 2001, in gelijkaardige omstandigheden, hè, met een kopman als Museeuw. Ook toen in overmacht. Jawel, voor Domo toen. Ja, ja. Ik ben proberen lip lezen, maar ik slaag er niet in. Die baard neemt alles weg. Bewust laten groeien. Ah, zo. Onder de 15 kilometer. En die mannen blijven maar doorjassen. Stannert, winnaar vorig jaar van de omloop. En dan kun je vooraf wel zeggen van Avermaat fout gemaakt in de sprint. Maar die Stannert die kon tegen de kou. Ja, die was dat gewoon... had hij al eerder bewezen. En die is gewoon ook heel rap. Ja, die is gewoon heel sterk ook. Stijn van den Berg, bijna winnaar. Bonen, bijna winnaar hier. Terpstra, vorig jaar heel goed, maar dan lek langs de kant. José Bonen reed hier al 5 keer top 10. Ja. Was hier al tweede in 2005, dat is 10 jaar geleden. En waarom was hij tweede? Omdat Nick Nuyens toen in de volgende Zangstraat naar Loker weggereden was. En Bonen dan nog eens de sprint voor zijn rekening voor plek 2. 1 en 2 toen voor de ploeg van Bonen, Nuyens. Andersom dan. Naar Peters weer. Peters, vader van een tweeling, Tom Bonen ook. Ja, zei dat wel iets later. Bonen is donderdag al naar Gent komen slapen. Om rustig te slapen. En om ook nog in extremis die verkenning van de finale mee komen te doen. Ik denk dat Bonen nerveus gaat zitten met die Stannert in het wiel. Wat kun je daar nu nog aan kwijt, José? Wat zou jij dan zeggen? De vraag is natuurlijk, wat gaat men binnen die ploeg van ETX Quickstep doen? Zal met over Stannert. Wat zegt Knaven aan Stannert? Op het wiel van Bonen. Het is een gok, hè, maar... Daar ligt Gent. Daar ligt de schone stad in Oost-Vlaanderen. Zagen daar ook een glimp van de Gelamco Arena. Dat is waar we naartoe bollen. Alle lastige stukken zijn nu weg. Ja. Het komt er nu gewoon op aan om wat te verzinnen. Wat is het plan? In het verleden gingen we hier een kilometer verder linksaf. Na de fietsenwinkel, linksop. Is er nu niet meer bij. Nu blijven we hier gewoon deze weg tot en met Merelbeke. Dan linksop. Over de Schelde autosnelweg. Om dan de Zwijnadestraat in te draaien richting
Universitair Ziekenhuis. Op 21 seconden. En Van Avermaat draait nu weer wat driftiger mee met Van Marken op grond van dit beeld. Zouden ze het aandurven om linea recta met Stennert naar Gent hier naar Sint-Pietersplein te rijden? Zouden ze dat durven? Dat vraag ik me af. Stel je voor dat ze het dan op in appel krijgen? Ja. Dan staat er morgen of overmorgen in de krant dom. Ja, je moet wel rekening houden dat Stennert ondertussen, hij moet wel mee, hij moet ook wel over die kasseien en heeft alles wel moeten doen, maar hij zit wel in het wiel. Hè. Men weet als je in het wiel zit dat je toch wel, ja, laat ons zeggen, 10 hartslagen minder kan doen. Dus dat is wel meegenomen en het is wel de man met het rug nummer 1. Maar de logica is, en dan heb je groot gelijk, het is Bonen die in eerste plaats deze omloop wil winnen. En dus is er maar één wiel dat lucratief is, dat van Bonen. Ja, eigenlijk zou je nu niet meer mogen gokken op Bonen. Nu moet je gewoon spelen op een overwinning van een van de ploegmakers. Maar wie is er nog bekwaam om weg te rijden en in hoeverre gaat Stennert meegaan? En op die manier, als je gaat beginnen met demareren, ga je misschien je eigen ploegmakers kapot maken. Renaat, nieuws. Wel nieuws, ja. Het is te zeggen, dit is een onbegonnen zaak natuurlijk voor die achtervolgers. Hè. Ze zien ze rijden. Het lijkt alsof ze er zo naartoe kunnen. Maar gejaagd door de wind, zowel de kopgroep als het achtervolgingsgroepje. De snelheden zijn onwaarschijnlijk. Het kilometerwijzertje van onze motor gaat niet onder de 60 per uur. Daarnet even piekend tot in de 70. Dat is ongelooflijk. En dan kan je eigenlijk gewoon als achtervolgend groepje, hoe hard je ook rijdt, die kopgroep nooit van zijn leven terugpakken. Van Avermaat doet nu alles wat hij kan, wat hij er nog in zitten heeft. Daarnet hele mooie inspanning op een strook, vals plat. De verstandhouding is uitstekend tussen Van Marken en Van Avermaat. Maar het is een verloren zaak op die betonweg over de bitumineuze voegvullingsmassa. Ja, en door het feit dat het hier nog altijd galant gaat in de samenwerking, worden ze vooraan en blijven ze vooraan verplicht om samen rond te draaien. Een gaatje laten vallen vooraan is er niet zomaar bij, als de voorsprong maar 20 seconden is. Ja, uiteraard, hè, zeker. Dus we moeten het jammeren voor de mannen achteraan is dat ze ook maar met 2 zijn. Hè. Ze hebben er nog een ballast bij hangen. Dat ze achter ze daar achteraan nog met 3 geweest, zou je nog zeggen, oké, ze zijn er met 3, maar het is er eentje van de ploeg van Patrick Lefebvre. Dus ja, dat maakt het dan voor Van Avermaat en vooral voor Sepp van Marken dubbel jammer. Als je het mij vraagt, doet de Bonen ook nog altijd lange beurten? Ja, ze zitten zeker nog niet echt te wachten en te spelen of te sparen, zichzelf echt op te sparen. Dat zien we voorlopig nog niet. Ik denk op die manier dat we nog demarrage mogen verwachten. En dan is nog maar de vraag in hoeverre Stennert die gaat beantwoorden. Stennert die me dunkt nog altijd vrij groot staat. Ik heb het over het verzet. Van den Berg alweer het bewijs dat je daar een kasteel kunt opbouwen. Een kasteel vol betrouwbaarheid. Op naar de 25 seconden. Hoorde ik daar... Allee, kop, ga maar. Renaat. Ja, bij de volgauto van Lotto Jumbo. Nico Verhoeven, hoe frustrerend is het? Sepp van Marken, misschien de sterkste man in koers. Ja, het is zeker frustrerend als je 2 keer op hele slechte momenten lek rijdt. En uiteindelijk zelf de slag mee maakt en dan vervolgens door een lekke band wordt weggeslagen uit de kopgroep. Ja, en dan blijkt hij net 20 seconden tekort te komen om terug te kunnen komen. Dus ja, hij heeft laten zien dat hij met de leeuwen hard gevochten heeft. Maar er zat niet meer in. Dankjewel. Ja, klopt helemaal. Ja, beste man in koers. Hè. Dat kunnen we nu al stellen. Ook al krijgen we een andere winnaar. Er zijn een aantal fases die we terug voor de geest kunnen roepen waar we inderdaad manifest flinke mooie dingen gezien hebben. Vooral van Marken, maar ook wel van Bonen. En ook wel van Stijn van den Berg. En Terpstra misschien van degene die hier vooraan zit. De man die het meest op economie gereden heeft. In die fase van de waarheid. Ja, nu wel gesprekken tussen Terpstra en tussen Bonen, zagen we daarnet. Wat gaan we doen? Ja, we moeten toch iets doen. Gaan we het risico aangaan om met Stennert naar de mee te gaan? Ja, voilà. Nu moet je... We zijn er al aan begonnen. Laat een gaatje vallen. Nu moet je je surplus als patroon laten gelden, hè, José. Ja, Bonen wil uiteraard winnen. Hij gaat nu in het wiel van Stennert kruipen. Durfde de sprint aan gaan. Stennert die altijd een beetje het gezicht trekt van... Ik voel me niet goed. Maar daar zou ik me niet aan mispakken. Nee, daar zou ik inderdaad ook niet in trappen. Voilà, die draaien we richting Scheldebrug. Stennert gaat met andere woorden bepalen wie hier deze omloop wint. Inderdaad. Wie gaat als eerste aanvallen? Gaat hij daar naartoe? Of laat hij hem rijden? Ja, of durven ze gewoon gokken op de sprintsnelheid van Bonen? Hè? Dat zou sterk zijn. Hij is hier al verloren.
Hij heeft er al verloren ooit tegen Van Marken, maar misschien voelt hij zich wel zo goed. Dan heeft hij ijzer in zijn kop vandaag. Hij heeft er in Qatar en in Oman toch al een paar keer dichtbij geweest. En dan tegen misschien nog wel snellere mannen dan Stennert. Maar het is en het blijft een koers onder omstandigheden van 5, 6, 7, 8, 9 graden. Wind. Dan blijft die ijzer sterk in zijn hoofd. Als hij dat op die manier wil afwerken, gewoon Gunder tegen sprinten, joh. Musset won deze omloop ook op zijn 34ste in 2000. Solo voorsprong van een goede 50 seconden, 51 seconden zelfs. Ook erg laat ging hij daar nog een gat opvullen en deed dat nog eens over. Won een tweede keer in 2003, toen Bono ook al vijfde was. Maar dat heb ik u al verteld, we gaan naar Renaat. Ja, bij Wilfried Peters. Wilfried Peters moet Tom Bonen winnen. Is dat jullie enige keuze? Ja, het is nog 5, 6 kilometer. Ik denk, Stennert heeft constant in het wiel gezeten. Ik denk, hij reed wel constant op zijn 12, 11. Wel groot verzet. We gaan proberen. Tom zit momenteel in het wiel van hem. Dat was onze grote concurrent, dat weten we ook. Het is natuurlijk een unieke kans, hè, om dat gat op zijn erelijst op te vullen. Ja, dat natuurlijk wel. Maar mij speelt geen rol wie dat wint. Ik wil gewoon de wedstrijd niet verliezen. Dankjewel. Dat is klaar en duidelijke taal. Ik neem aan dat ook Lefevre er zo over denkt. Die heeft nooit anders gedacht. Het moet er eentje van ons zijn. En na deze demonstratie van almacht met de ploeg kun je dat ook niet meer laten liggen. Maar waar ik zeker van ben, dat is als je Bonen op de affiche kunt zetten van deze omloop, het Niesblad, dat dat bij een eminent lid van de Raad van Bestuur, zoals Frans de Kok, toch nog altijd meer aantikt dan die twee anderen. Ja, zeker. Hè. Dus ik denk dat ze echt wel het een en het ander willen in ruil geven om Bonen niet te kunnen winnen. Maar ja, je moet afrekenen met Stennert. Wilfried Peters merkt op dat Stennert inderdaad die grote versnelling ronddraait die wij ook al een paar keer gezien hebben. Maar of dat er om sprintsnelheid vermindert, dat is nog maar de vraag. Dus laat ons zeggen dat Bonen katachtig lijkt. Mij wel. Er stond bij vele mannen op de pronostiek om hier dan toch uiteindelijk te winnen. Dus, De sprint gaat ook minder afgebot zijn dan de voorbije jaren toen die afgebot werd door de kou. Ja, en ook hier nog de sprint wind in de rug. Als er al wind aan kan hier, maar op dit stuk toch nog wel helemaal naar het einde toe. Loopt nog wel helemaal naar het einde toe, naar de Overpoort in de Normaalschoolstraat. Kijk, richtjes. Hem nu soepel trappen. Ja, ja. Je ziet nu ook al een hele poos aan het wiel van Stennert. Laat met andere woorden het werk over aan zijn twee kompanen. Hij wil winnen. Ja, hij zit echt katachtig. Dus ik zou, mocht ik van die mannen zijn als ze dan toch naar de finish rijden, op kop af ver van ver beginnen sprinten en Stennert op een 350, 400 meter van het einde loslaten. En dan is het aan Bonen om de laatste 150 meter erover te komen. Ja, KPC-torengins, dat is een richtpunt. Renaat. Ja, bij Servaas Knaven. Servaas, wat vinden jullie van deze situatie? 1 tegen 3. Ja, dat is een moeilijke situatie, hè. Laten we hopen dat hij een goede been heeft voor de sprint. En ja, dan zien we wel wat Schipstrand. Het is een sterke beer. Kan hij Bonen aan in een sprint? Ja, na een koers als vandaag is alles mogelijk, denk ik. Hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij niet echt op kop heeft hoeven rijden de laatste 30 kilometer. Dus ja, we zien wel. Ik ben al heel blij voor hem dat hij weer terug op dit niveau is. En het is al heel mooi dat hij hier is. Het project Wiggins voor Roubaix op schema? Ik denk het wel. Ik heb hem vandaag goed bezig gezien. Ziet er allemaal goed uit. Dankjewel. Daar had je inderdaad toch al een eerste poging. Daar gaat Bonen. Daar gaat Bonen. Na de prelude van onze vriend Terpstra gaat Bonen. En hij is vertrokken. Op 4,5 kilometer van het einde is hij vertrokken. Even het kontje lichten en dan weer pads gaan plakken. Stendert moet het dan maar gaan oplossen. Maar gaat hij dat nog oplossen? Denk ik niet. Als Bonen niet lekker rijdt, dan is hij ribbidibi. Dan is hij footsie. En dan gaat hij inderdaad zijn erelijst helemaal vol krijgen. Al wel, Stennert die gaat nog eens op de trappers lopen. Die heeft zich nog niet helemaal gewonnen, Renaat. Helemaal niet. Hij lanceert zich. En ze komen weer verduiveld dichtbij, hoor. Het is zeker nog niet gedaan. Stennert heeft nog wat in de kast. Maar waar strandt het schip? Ja, maar weet anderzijds ook wel dat als hij dat gat dichtrijdt en ja, dan gaat het blijft op weer, een goede 20 meter, dan zit daar Terpstra of eventueel een Van den Berg. Ja, jammer. Heeft Bonen zichzelf overschat of gaat hij niet meer omkijken en Stennert toch nog op afstand houden? Krijgt het toch wel wat moeilijker, Naat? Hij rijdt het dicht. Stennert rijdt het gat dicht. De Brit is supersterk. Ze hebben zelfs moeite om zijn wiel te volgen. Ze gaan moeten demareren, ze moeten iets doen. Ja. Daar komen ze dan terug. Dus nog niet Footsie of Ribbe de Bie. Nee, daar dat komt hij inderdaad toch met de rest weer aan het wiel. Pijnst dat hij weg was. Daar komt hij met de rest nu weer aan het wiel. En dan Terpstra gaan nu. Ja, daar gaat Terpstra. Ja, en Van den Berg
Van den Berg. Ja, dat had hij niet mogen doen. Terpstra dan maar. Van den Berg achter Terpstra aan. En waarom? Echt de juiste... in godsnaam? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja. Dit is een beetje de boel terugbrengen op die manier. En op die manier komen ze alsmaar dichter bij de aankomstlijn. Wilt Van den Berg ook winnen? En is Bonen nu uitgespeeld? Of gaat hij dan toch nog kunnen meedoen in een sprint? Dat een sterke Stenner, dat hebben we nu op dit moment wel al gezien. Ze zijn er nog niet mee thuis. Daar gaat hij nu zelf. Gaat hij nu zelf. Daar gaat hij zelf. Ja, jongen. En dan moet onze vriend Van den Berg toch wel de tenen uitkuisen. Want gaat je de dichte. Daar rijdt hij zelf en neemt hij een meter of 10. Was het pardon? Neemt hij een meter of 10. Dat kan toch niet. Dan moet Terpstra dat maar gaan dichtrijden. Bonen kruipt helemaal naar de punt van het zadel. En is de rol van Van den Berg uitgespeeld? Ik heb de indruk van wel. Renaat. Ja, ja. Stijn kan niet meer. En dan is het Terpstra die de scheve situatie voor Etix Quickstep recht zet. Bonen, ja, hij hangt eraan hoor. Hij hangt eraan. Het gaat zo snel. Het is een lengte. Hij gaat in het wiel komen. Dat denk ik wel. Want Stendert gaat nu achterop kijken en de pedalen stilhouden. En dat is de redding van Bonen. Ja, laten we dat hopen. Maar Bonen werd daar wel uit het wiel gereden en zat daar plots op een meter of 10. Wat een finale en wat een beer is die Stennert. Wat een beer is die Stennert. Weet hij al wel dat Bonen hier aan het sliertje hangt? En dat hij het moeilijk heeft na elke bocht om weer aan dat wiel te komen? Ja, hier gaat het lichtjes bergop. Hier blijft het lichtjes bergop gaan. Terpstra zit in een spreekwoordelijke zetel. Hij past. Het wordt de 12, 13 meter. Nee, past nog niet. Past nog niet. In het zicht van de overpoort mag je niet passen. Nee, toch niet, maar toch. We zijn hier nog niet in de overpoort. We zijn hier in de Zwijnaardse Steenweg. Terpstra nu in de zetel. Jongen, 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 wat een finale. Wat een pracht van een wedstrijd. Maar wat een merkwaardig slot. Proef. Je zou Bonen de almacht toegediend hebben, vooral bij zijn jump. Daar zat wel wat op, maar het verlengstuk kwam er niet. En op de brug viel hij helemaal stil. En daar rijden ze onder de vod. En Terpstra, net als vorig jaar, zat toen wel een ander. Die luisterde naar de naam Van Avermaat, maar wel in het gezelschap van de winnaar. Ja, maar nu Stennert op kop. Hè. Vorig jaar Van Avermaat op kop, vanuit het wiel Stennert nu met een... toch wat, ja, laat ons maar zeggen, een man die 2 kilometer bijna in het wiel gezeten heeft. Maar het is ja, onvoorstelbaar, hetgeen we hier zien. Bonen blijft nu enigszins druk zetten, daardoor kan Stennert niet inhouden. En moet hij het tempo blijven bepalen. En moet Terpstra op zijn sprint rekenen. Oplopend. Auto's rijden hier vlak voor onze neus binnen. Akelig dicht bij de aankomst. Vrijwel aan het Sint-Pietersplein. Doet ook een beetje denken aan de Ronde van Vlaanderen van 2011. Toen Bonen bleef druk zetten van achteruit met de Chavanel. En uiteindelijk Nick Nuis als winnaar. Daar komen die bochtjes, daar komen die flauwe bochtjes waar je ze zo kunt aan mispakken. Klein beetje voordeel voor Stenner is dat de wind goed zit. Daar wordt de sprint op gang getrokken. Schoorvoetend als het ware door Terpstra. En Stenner kan die dat wiel van Terpstra houden. Grote versnelling. Heeft hij na al die inspanningen er nog wat op zitten om 3 man van Quickstep te vloeren en een neus te zetten. En dat gaat hij ook nog doen. Wordt daar nog een beetje tegengehouden, maar doet het wel. Jongen, 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 doet het wel. Stenner zet 3 man van Etix Quickstep en neus. Terpstra is tweede. Bonen Schuddebollen derde. En Van den Berg is vierde. Is hier een foute tactische keuze genomen? Of was Stennert gewoon berensterk na al dat pedaleren aan het wiel? Freewheelend als het ware. Man, man, man. Oh-oh. Dit vraagt om veel uitleg. Wie was er de beste vandaag? Ja. Op Sepp van Markena misschien? Ja. En heeft hij smoelen getrokken aan de wielen? Stennert wint voor de tweede opeenvolgende keer. Moet je dan zeggen, zijn omloop het Niesblad? Ja. Wat zijn servijsknaven, wat moet je daartegen zeggen? Ja. Ha. Vorig jaar kwam deze man in Gent-Wevelgem zwaar ten val. In een gebetoneerde greppel. En brak daarbij een wervel in de rug. En miste daardoor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar hij wint glorieus van de beste ploeg.
En daar Van Marken. Van Marken voor de ereprijs voor plekje 5. Van Avermaat met een sprintje tegen Van Marken. Ook voor dat plekje 5. Stibar, ja. Die wordt de vierde man van de ploeg van Etix Quickstep in de top 10. En Van Marken neemt hier de maat van Van Avermaat voor plaats 5. Van Avermaat is 6 en Stibar is 7e. Maar een ganse dag in het wiel gezeten, Stibar. En ook niet bekwaam om die mannen te kloppen. Nee. Nee. Tja. Ja, maar toch wel tonnen respect voor deze Stannard. Hij is ze wel gaan halen, hè. Terpstra een eerste keer. Bonen, toen we dachten van het is gebeurd. Het was al nip dat Terpstra nog terugkwam. Hè? Hij was alleen naar hier gekomen de laatste 2-3 kilometer. Hè? Absoluut. Absoluut. Tot dit snap ik ook anderhalve niet. Kilometer van het einde. Ja, zeg maar. Dit snap ik ook niet echt goed. Dat Terpstra zelf nog onder leiding gaat beginnen sprinten. Onzekerheid. Ja. Onzekerheid over zijn sprint. Gewoon van als hij het afmaakt alleen toe te komen. Niet opzettelijk dat manoeuvre. En nog net de tijd om erover te gaan. Jij interpreteert. Ja, Terpstra is een pistier. Terpstra is een pisteman en die weet dat, laat het daar, hij kijkt, hij weet dat hem gaat komen, hij voelt dat hem gaat komen en gaat hem toch nog een ultieme poging doen, wat eigenlijk iedereen een beetje zou doen. Ja. Maar Stannard die dan toch het gevoel heeft van snel laten maken en er toch in, ja, voorbij te komen. Je hebt gelijk, doe iets, maar niet te veel. Ja. Renaat met het flash interview. Ian Stannard, many congratulations, hell of a job what you did, you're a one-man team. Yeah, it was difficult at the end there. I was a bit worried with three Quickstep guys, but you know, they had to ride hard and I just got an easy ride on the back. And it was hard at the end, you know, because I was aware they were going to attack me, but just had to be strong and put my head down. Were you surprised by the first attack from Tom Bonen? I was expecting it and, you know, he stopped riding for a little bit, so I was waiting for it, yeah. And then you didn't want him to come back, of course. No, I did want him to come back, yeah. Terpstra was the right guy for you to go to the finish line? Yeah, I'd rather Nicky than Tom, but I think they'd all ridden that hard, you know. I had a good chance at the end. What were you thinking when those three guys were pulling in the lead? Because, of course, it was a battle with the three in the chase at 80 seconds only. Yeah, it was a game of gambling, but, you know, I knew they wanted to win this race as well, so I had to play on that. And yeah, it was getting close at some points, but then we started to pull away again, and it was pretty good. Where is this going to end? Last year, you were very unlucky in Gent-Wevelgem. Now, of course, you're probably aiming Tour of Flanders, Paris-Roubaix. Let's try and stay upright, and hopefully be a bit more successful. Best of luck. Many congratulations. Hell of a job.